Voor sommige Vlaardingers en Schiedammers begon het nieuwe jaar wel heel erg slecht. De eerste uren van het nieuwe jaar stonden namelijk in het teken van autobranden. Vooral in Schiedam ging het flink mis. Er zijn 10 auto's inderdaad in vlammen opgegaan. En dat is natuurlijk 10 te veel. Het is ook schandalig dat het gebeurt. Hier, aan de Bernardus IJzerdraadsingel, vlogen volgens buurtbewoners een dure Mercedes en een blauwe Peugeot in brand. Maar ook hier op het Schubertplein was het flink raak. Bewoners laten weten een groep jongeren te hebben gezien die hier veel vuurwerk af heeft gestoken. Ook op social media circuleert een video van jongens die vuurwerk afsteken, waardoor een auto in de brand vliegt. Naast deze 2 uitgebrande auto's op het Schubertplein zijn er ook auto's uitgebrand op het Bart Verhallenplein, Jozef Aureliosingel en Eduard van Beinemlaan. De politie laat weten hierover nog niks te kunnen vertellen, omdat het onderzoek nog loopt.